Europarlementslid Kathleen Van Bremt van de SPA gaat in het Europees Parlement een onderzoek leiden naar Dieselgate, het schandaal met sjoemelsoftware door Volkswagen. Van Bremt was 10 jaar geleden Vlaams minister en ze zetelt sinds 2009 in het Europees Parlement. Die onderzoekscommissie gaat na hoe het komt dat Europa en de lidstaten niks in de gaten hadden. Het schandaal werd pas ontdekt in de Verenigde Staten. De bedoeling is ook om nieuwe regels te maken, zodat auto's niet meer uitstoten dan toegelaten.